Dat is toch briljant, dat ze ook die, dat ze ook die remmetjes aanzetten. Ja. Omdat ze bang zijn dat die man denkt, wegwezen! Oh! Die collapse. Ja. Maar dit maar, is op televisie, dit. Dat is ja, televisie. Dit is de televisie. Zo zie je dat. Nou, we gaan door. Ja, we gaan door. Wordt er eens persoonlijk. Hartelijk welkom bij Poppenkast TV, de wekelijkse poging tot een half uurtje humor van Café Weltschmerz. Mijn gasten zijn zoals gebruikelijk weer aan mijn linkerzijde, van links naar rechts, Chris van den Ende, Tommy Zwartjes, Koen Verhagen. En wij heten tevens van harte welkom het publiek. We zijn bijna verdubbeld van 4 naar 7. Wilt u erbij zijn? Dat kan dinsdagavonds, wekelijks de opnames. Schiphol Rijk, daar gebeurt het. Een mailtje naar redactie@weltschmerz.nl. En wie weet ben je erbij. Heren, welkom. Ja, nu weet mijn vriendin wel waar ik elke dinsdagavond ben. Want ik had gezegd dat ik vreemd ging, maar dat... Ja, dat... En welke, dat valt nu door de mand, zeg welke maar. Naam moeten wij filteren in de e-mail? Johan. Johan. Heet ze. Ja. Ja. En daar is Marie-Louise. Je hoorde haar ook overal. Ja, mensen hadden geklaagd in de comments of die dame wat minder hysterisch kon lachen. Dat ging over jou, Marie-Louise. Oh, wow. Mensen? Één iemand toch? Nee, ik heb er een paar gezien. Oh, echt waar? Echt waar? Misschien was het altijd dezelfde. Ja, dat, ja, dat vind ik niet leuk. Ja, nee, dat is wij zijn er blij mee. We zijn heel blij mee. Heel super. Ja. Je bent Marie-Louise. Ja? Iedereen, is blij met Marie-Louise. Niet met jou. Hij kreeg al zelf een ja. Zeg je dat even? Ga ik ja. Trap. Ja. We zijn begonnen. Ja, we zijn begonnen. Afgelopen week zijn er nog speciale dingen gebeurd waarvan jullie zeggen, daar moet ik even op terugkomen. Zijn jouw voorspellingen uitgekomen? Rellen? Nee, jammer. Jammer. Stond je daar in je eentje? Ik stond echt helemaal mijn eentje. Zo, oh, jeetje, ik ga naar huis. Baksteen in de aanslag. Ja. Heeft niet geholpen. Nou, ik heb wel een toch wel iets opmerkelijk nieuws op het gebied van volksgezondheid. Oh, gaan we het daar weer over hebben? Ja. Origineel? Nee, we hebben het over schurft. Het schijnt weer enorm veel voor te komen in Nederland. Ivermectine helpt daar heel goed tegen. Precies. Dus wij vragen ons af, waarom zou het komen dat er heel veel mensen zijn met schurft? Omdat ivermectine dus gewoon verboden is en artsen dus gewoon schurft opgeven, zodat die mensen gewoon wel geholpen kunnen worden. Okay, dus dat is heel, ik vond het heel goed nieuws om te zien dat schurft weer flink in opkomst is in Nederland. Tegenwoordig geen zorg, ik heb schurft. Schurft is maar schurft. Ja, fijn. Maar wat is schurft dan? Want ik heb niet een beeld bij schurft. Ja, volgens mij is het zelfs een beestje, maar volgens mij hebben we een arts in de zaal. Is het niet een onderhuids beestje, een parasietje? Mijn ex-vriendin. Het is een parasiet. Maar ja, je ex-vriendin is een onderhuids. Oké. Okay, ja. Ja. Je kan je hele arm verliezen toch gewoon? En je hart ook, ja. Je kan je hele arm verliezen toch ook gewoon? Ja, of alleen je arm overhouden. Maar, maar is dat niet lepra? Is dat een soort van... Dat is geen andere. Hey, vorige week werd de 1,5 meter weer ingevoerd. Ja, er zijn mensen die juichen dat toe. Er zijn ook gemeentes die juichen dat toe. En om te voorkomen dat wellicht het winkelend publiek vergeet dat ze 1,5 meter afstand moeten houden, hebben ze in Eindhoven een fantastische oplossing bedacht. En ik hoop dat we dat deze winter overal in Nederland terug gaan zien. To prevent the virus from spreading, we stay 1,5 meters from each other. Nou, ik word er persoonlijk gek van. Ik vind dit echt niet normaal. Het lijkt net of je heropvoedingskamp terecht bent gekomen. Ja, het wordt echt geforceerd aan je doorgegeven. We zijn normale mensen, we weten dat we er rekening mee moeten houden. Eigenlijk wordt er een inbreuk op mijn privacy hiermee veroorzaakt. Together we will get coronavirus under control. Ik heb wel schurft aan mijn ogen gekregen, denk ik, met dit filmpje. Dus... Hij heeft, hoorde je die meneer die aan het woord was, die heeft hetzelfde virus als jullie, het eigenlijk virus. Eigenlijk, het eigenlijk virus. Ja, dan moet je voor de gein eens onze afleveringen terugkijken. En dan gaan turven hoe vaak er eigenlijk gezegd wordt. Dat is eigenlijk best vaak. Zei die meneer... Anderhalf meters. Ja, dat vond ik echt prachtig. Ja, dat is echt wel bizar. Met zo'n Brabant accent, dan, dat komt ook niet echt dreigend over. Nee. Dreigend zo. Oh, wat erg, weet je. Ja. Ik dacht dat ik de man verkeerd verstaan had, maar hij zei echt 1,5 meter. Hè? Ja. 1,5 meter, ongelooflijk. Gebruik 1,5 meter, dat is die reclame van vroeger, die verkochten dan fitnessapparaten. Ongelooflijk. De App Rover is geweldig. Gebruik de App Telcel. Rover. Telcel, ja. dat is dit. Ja. Staat dat nog, Telcel? Mike was dat. Mike. Amazing Discoveries. Amazing Apps. Ja.
Amai, dat is echt geweldig. Ja. Ja, die hadden ook de Flying Lure. Weet je dat? Dat was, ik dat ken was, het op een andere het hele term. Speciale vissen... We beginnen een fanclub of zo. Dan gaat het over Telcel. Nee, dat was Amazing Discoveries. Die hadden, dat was een soort visaas. En die kon, dat kon onder allerlei plekken komen waar zelfs de vis niet eens kon komen. Wow, ik ben blij dat ik dit weet. Ja. Maar bestaat Telcel nog? Dat, Hugo de Jonge. Oh ja, tuurlijk. Ja, Hugo de Jonge, het Janssen vaccin inderdaad. Dat was, ja. Nee, ja. Nou, dat misschien is, dat... moeten we gewoon Maria-Louise volgende week aan tafel zetten. Ja. Dat is wel interessant, want namelijk zowel volgens mij Mark Kaptein als Hugo de Jonge zijn door de reclamecodecommissie berispt op het pushen van medicijnen. Nee. Er zijn hele strenge regels voor. Ze doen dat pas 20 maanden of zo. Maar een officiële berisping hebben ze gekregen. Gaan ze natuurlijk niks meer doen. Nee, denk ik ook niet. Dat was Eindhoven. Is dat nou een goed idee, die luidsprekers? Moeten we dat meer gaan doen? Nee, het is alleen maar angst in saaien bij mensen. Ja? Ja. Kapjes, een stem. Indoctrineren. Ja, bizar. Ja. Dus jij bent tegenstander? Ik ben tuurlijk. In het publiek, mensen die voorstander zijn, laat je even horen. Dat zijn er niet veel. Dat zijn er tegen moet je ook vragen. Ja. Anders weet je. Ja. Misschien dat ook stil. Ja. Zijn er tegenstanders in het publiek? Ja. Ze gaan ze hun vingers opsteken. Ja. Ja. Je bent niet in beeld, jongens. Ja. Maar een andere stem zou wel kunnen. Dat zou wel geweldig zijn, toch? Dat je gewoon ergens loopt en dat je opeens... dat je hoort of zo. Stil mevrouw. Bijvoorbeeld, of dat ik zou dat wel willen doen. Dat je daar dan zit. Oh, die capuchon ziet er echt niet uit, mevrouw. Oh, dan ga je er live zitten. Ja. Dit was een bandje. Ja. Dat oh ja, maar live zitten, zeg maar. Haha, die stinkt, weet je, zoiets. Ja. Lijkt me hilarisch. Ja. De nationale saamhorigheidspiet. Ja. Wat is daarvan geworden? Van vorige week. Je refereert naar de Sinterklaas en ja, ineens. Ik, je lijkt erop, zou oh, jezus. Ja. Dankjewel. Moest ineens dus aan denken. Dat is een compliment, hoor. Ja. Oh, wat is je vraag precies? Nou, is er nog nieuws? Hoe is het ziekenhuis? Dat weet ik niet, maar je zag daarna wel, zeg maar na onze uitzending, zag je het echte Sinterklaasjournaal. Dat was een half uurtje daarna, met de persconferentie van de hoofdpiet. Oké. Okay. Ja. Was dat niet echt wat wij hadden? Dat was een, ja, dan mogen we hem niet van. Hij gelooft nog. Oh, ja. We moeten ons dat stilhouden. Gekte kent ook een overtreffende trap. Hè? Gek, gekker, gekst of zo. En ik denk dat deze meneer, dat is de Tsjechische president, dat die tot de laatste categorie behoort. Die man die schijnt COVID te hebben, maar die wil, ondanks dat, wil die graag de nieuwe premier van het land beëdigen. Hoe los je dat op? Als volgt. Met de pausmobiel hebben ze binnengezet, zeg maar. Een soort aquarium. Dat is die. De rest doe ik zelf wel. Ja. Maar het is toch briljant, dat zou ook die remmetjes aanzetten. Ja. Omdat ze bang zijn dat die man denkt, wegwezen! Ja, wat moeten we hier nou van denken? Mondkapje op, glazen kooi. Ja. Ja. Mannen in ruimte pakken. Rolstoel helpt ook niet tegen corona, dat denken veel mensen ook. Ja. Het helpt niet? Nee. Weet je dat zeker? Dat weet ik niet zeker. Nee, dat is volgens mij nog niet onderzocht. Maar poppenkast 2.0, toch? Ja, dus duidelijk. Dit is echt bizar. Die gasten in het witte pak erbij, vind ik ook wel grappig. Goed, hè? Ja. Het deed mij denken aan de film Outbreak met Dustin Hoffman. Ja. Wat volgens mij, als je er terugkijkt, die hele Hollywood-producties waren ook echt bedoeld om ons alvast bang te maken voor het bestaan van virussen. En het bestaan van Dustin Hoffman. Ja, scherp. Scherp, ja. Mios Zeman heet de beste premier. Ja, president bedoel ik. Zo spreek je het vast niet uit. Maar Koen, doe jij het eens goed? Ja, je bent van jezelf onverstaanbaar, dat klinkt dan al gauw. Ja, daarom. Dus ik zat wel best goed in de buurt, of niet? Ik denk het, maar ik weet dat niet zeker. Afgelopen vrijdag ging de avondklok eigenlijk weer gewoon in. Hè, voor de horeca dan wel te verstaan. Vanaf 5 uur mag je niet meer in een horeca gezien worden. Laat staan als je horeca ondernemer bent. Dan ben je volgens mij meteen strafbaar. Hier in Nederland heb ik nog niet hele wilde verhalen gehoord over politieoptreden of BOA's. Maar hebben jullie gezien hoe ze daar in Berlijn mee omgaan? Zo, ben ik benieuwd. Controleren op QR-code, op z'n Duits. Haalt ze plat. Polizei! Zo. En let op.
Hatsakee. Iedereen blijft zo rustig ook. Ja, maar dat zijn ze daar gewend. Ja, maar als het hier in Nederland gebeurt, dan ontstaat er echt een hele grote ruzie, denk ik. Denk ook. Als de politie zou binnenkomen, met zulke mitrailleurs. Ja, denk ik echt. Ik denk dat mensen dan... In Nederland zou het heel anders zijn. Dan schrijf je heel snel een dagboek en dat wordt succes. Ja, want Nederlanders staan nogal onbekend dat ze in verweer komen. Ja. Ja, er was ook een vrouwtje die zat achter in het restaurant. Wat oudere vrouwtje van 97. Die zei echt heel opgewekt. Oh, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ja. dit heeft hij gewoon bedacht. Ja. Wel zo maak er een poster van, joh. Ja. Maar dat zou dat werken, denk ik. Ja. Maar dat de politie geen QR-code hoeft te laten zien, vind ik dan weer raar, toch? Dus... Dat niet zo'n medewerker bij de ingang zegt, ho, even wachten, even scannen. Ja. Ja, inderdaad. Maar er waren, denk ik, 12 mensen, denk ik. 12 agenten die gewoon naar binnen stapten, gewoon. Ja, en dan ging er nog zo'n muur staan om te voorkomen. Maar het is intimideren ook. Dus dat, vooral dat. Want ik zag ook een filmpje, dat was ook in Brabant, sorry. Dat ging, ook in Brabant. Brabant, wil ik zeggen. In Brabant. Het was in Brabant, ongelooflijk. Hoezo ook in Brabant? Was het niet in Brabant? Nee, maar er was waren soldaten die waren trainen om de politie te helpen bij railschoppers. Ah. En dat was ook heel intimiderend. Dus het gaat hier ook gebeuren, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar dat, als je dat nu zegt, dan zeggen mensen, nee joh. Echt waar, denken mensen nog steeds dat te ver gezocht is? Ja. Nee, je mag dat niet vergelijken hoor. Dit is echt veel erger. Dat is het wel, je mag het niet vergelijken. Oh. Ja. 2 weken geleden werd Peter Verstegen, hij was lijsttrekker van Forum voor Democratie in Land van Kuik. Dat is zo'n samengevoegde gemeente in het zuiden van het land. Die werd geweigerd bij een lijsttrekkersdebat. Omdat hij geen QR-code kon laten zien. En het lijsttrekkersdebat vond plaats in een café in Boksmeer, zeg ik uit mijn hoofd. Hij ging daar op ludieke wijze mee om door via een nooduitgang naar binnen te glippen toen er iemand naar buiten ging. Greep een microfoon en zei, sorry dat ik wat laat ben, maar ik ben en we kunnen beginnen. Nou, dus daar ontstond paniek. Lijsttrekker Ernst van Damme van Lijst van Damme. Welke gemeente is dat, Koen? Purmerend. Die werd ook geweigerd en die deed het net even iets subtieler nog dan Peter Verstegen. Nee, ik wil net als mijn collega lijsttrekkers meedoen aan dat debat. En ik hou mijn masker daar wel om. Ja. Nee. Hé! Hey. Doe dat nou niet, godverdomme. Jullie zitten me godverdomme bij rechten bij democratische bijeenkomsten. Dat is een grote verkrachting. Je gaat niet naar hier. Wat is dit voor vieze flauwe kul? Doe je masker op, jongen. Doe je masker op, jongen. De politie bellen. Ik doe hier godverdomme mee aan de verkiezingen. Niet van de... Zeg maar... Dat is een goede slogan. Zeg maar, niet van de... Dat is leuk om een poosje, ja. Pak je moment. Kies je moment, Tommy. Komt-ie. Wacht maar stilte. Ja, nu snel, pak hem. Zeg maar niet van de christelijke partij. Hij was heel leuk toen. Oké, dat is nog leuk. Ik vond hem leuk. Ja. Maar zeg maar, ja, ik zie de fragmenten niet van tevoren. Ik ook want dat, niet. Nee, weet ik. Ja. Want dat zien we. Maar omdat ik anders grappen ga maken die zij al hebben gehoord. Dat is eigenlijk... Oh, ja. Dus, dat maakt niet uit. Ze zijn sowieso niet heel grappig. Ik vind jou toch meer cynisch dan... Ja, dat... Maar in ieder geval naar. Ja. Ja. Maar dit story was of my life. Geweldig. Ik vind dit echt geweldig. Ja. Maar hij had al iets druk naar beneden en dan onder. En dan had hij er zo doorheen gekomen. Ja. Want ik vond hem, als politieke partij houdt zich wel tegen, vind ik. Ja. Toch? Ja, ik vond zijn vocabulaire wel scherp gekozen. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n man ook wel wat toevoegt in het debat. Ja. Godverdomme! Let je op, mevrouw de voorzitter. Godverdomme! Ja, het is eigenlijk jammer dat hij er niet bij heeft. We zullen het nooit weten hoe dat debat van... Nee, maar het is toch wel ongelooflijk dat iemand dus gewoon geweigerd wordt. Vanwege een QR-code in een democratisch proces. Dat is echt bizar. Ja. Nou, afijn, het maakt wel duidelijk natuurlijk dat we in een schijndemocratie leven. Maar dat is dan misschien wel weer een groot voordeel. Dat dat nu uiteindelijk echt duidelijk wordt. Maakt het wat uit dan, dat het nu duidelijk wordt? Gaat er iets veranderen? Nee, dat niet. Maar kijk, laten we eerlijk zijn. We zitten hier ons helemaal kapot te lachen om dit soort dingen. Maar het is om te janken. Natuurlijk is het om te janken, ja. Uiteraard.
Nou, de sfeer is gecontroleerd. Ja. Ik ben heel emotioneel. Volgende leuke vraag. Ja. Ja. Hey, er gaan geruchten dat het vaccin misschien niet zo goed voor de mens is. En ik wil niet tot de groep van complotdenkers gaan behoren. Het is hartstikke effectief volgens jou, hoor. Het is zeker effectief. Maar niet iedereen gaat gelijk dood, bedoel je? Ja, precies. In de sporterswereld gebeuren er merkwaardige dingen. Daar lijkt het alsof de mensen als vliegen tegelijk omvallen. Kijk even naar dit filmpje. De beeldkwaliteit is niet heel geweldig, maar waarschijnlijk krijg je wel de strekking van de boodschap mee. The Gators star Giontae Johnson collapsing during the game. USC wants to attack, but you've got to be careful. Boop. He collapsed. Oh! Die collapsed. Yeah. Ja! Briljante timing! Briljante timing! We doen hem even opnieuw! Appie Horst trouwens kan maar in. Ja, ik heb nog nooit zo gelachen bij mensen die doodvallen, dus zeg maar. Dat... He collapsed. Doink. Maar zijn die mensen... Deze even, kijk deze nog even. Oh. En... Boom. Maar echt flauw of dood? Of wat gebeurt er? Een groot deel van deze mensen staat nooit meer op. En over het algemeen gaat het om hartfalen. Hartstilstand. Wat hier aan de orde is. En die laatste, ik zei al tegen Koen, dat kan niet een acteur zijn. Want je kunt niet acteren dat je op je neus valt, volgens mij. Ben je wel echt een held? Ja, zeker. Ja. Of een stuntman. Ja. Of een stuntman. Ja, dan worden de schroef van het risico. Hele complot ontmaskerd. Ja. Het is een stuntman. Hier valt natuurlijk helemaal geen lollig item van te maken. Nee. Maar hoe bestaat het dat, als je het internet afstruint, dan gaat het echt om tientallen jonge, gezonde sporters die allemaal met min of meer dezelfde hartklachten ter aarde storten. En nog steeds zien mensen niet een causaal verband met wellicht het prikkie. Ja. Nou, je mag de vraag stellen is al strafbaar eigenlijk. Strafbaar? Ja, nee, opnieuw dan strafbaar. Dan neem ik de woorden terug. Nee, maar als je het aan Hugo de Jong vraagt, van, zou je er even in willen kijken? En die wil er gewoon niks van horen. Dus, en dit is gewoon, dat voelt niet goed. Normaal ben ik altijd wel lollig en vind ik wel dat met home video's van Hans Kraaij junior, dan zit er altijd wel een leuk geluidje bij, zeg maar. Dat mis ik hier wel. Dat hadden we, ik heb wel iets. Ja, zo. Pof, weet je? Ja. Ja. Even wat dikker aan. Ja, maar het is niet alleen natuurlijk met sport. Hè. We hebben natuurlijk een discussie over de kindersterfte. Hè. Jonge, pasgeboren baby's die overlijden. We hebben begrafenisondernemers die het ongelooflijk druk hebben. Het is oversterfte. 20% geloof ik. Hey, en komt dat dan niet door Omicron? Omicron. Of is dat nog niet in Nederland? Dat iemand van, klinkt als een gezellige oom, toch? Omicron. Omicron, ja. Suske, Wiske en de Omicron. Omi Erik, hoe laat komt Omicron? Ja, dat is heel vies wat jij daar zegt. Ja, die heeft een kelder en ja, met een glory hole, ziet er niet uit. Maar Omicron, kennen we het? Ja, dat natuurlijk. De nieuwe Zuid-Afrikaanse variant. Hè. Ja. En wat nu beweerd wordt, nog veel besmettelijker natuurlijk. Dus, en je krijgt een hartaanval. Hartaanvallen krijg je ervan, bloedkrotten. Kinderen worden te laat geboren. Menstruatieproblemen heb ik zelf ook ervaren. Ja, thuis ook. Ik ben sinds... thuis. Het is nu vier weken per maand. Ja, het is nu 4 weken per maand. Dus, Een ruim half jaar geleden zat Dr. David E. Martin bij Reiner Vilmich via een Zoom-verbinding. En die vertelde, hij zei, jongens, echt, dat hele virus, het is een bedrog, een bedachte illusie, zegt hij. Mm-hmm. En toen zei hij het volgende, en dit is volgens mij nu al historisch. Luister goed. I could come up with variant Omega tomorrow. And I could run around the world going, oh my gosh, fear the Omega variant. Ja. En een half jaar later is daar ineens Omicron en zeggen ze, oh my gosh, fear the Omicron variant. Maar ze doen toch alles op die volgorde van Delta en
Die alfabet toch? En misschien hebben ze haast. Dat ze een sprongetje. Maar het is hetzelfde als die hurricanes die ze dan benoemen. Weet je, hurricane douche, ik weet niet de naam. Douche. Ze is nat, groot en je bent al je spullen kwijt. Nee, maar hurricane douche. Oh mijn hemel. Sorry, sorry. Zelfs de intellectuele lachen. Ja, dat is, ja, nee, maar het is een oude mop van vroeger. Oké, okay, maar dit bestond al. Dit bestond al. Maar dat is, jammer. Maar goed, ik moet het wel zeggen, anders worden mijn comedy vrienden boos. Maar waar het om gaat is dat ze telkens, ik weet niet hoe die het alfabet dan gaat, want het is nu A, B, C, ja, dat snap ik. Maar het is nu, het was eerst Delta en nu zit het met een Omicron. En wat zei hij? Hij zei, I could come up with variant Omega. Maar hoe gaat het dan in zo'n meeting? Dat wil ik gewoon weten. Want het is allemaal, het is zo'n memo, die komt, alle wereldleiders zeggen hetzelfde. Ja, maar dit ligt al minstens een jaar of 4, 5 op de bureaus. Dat denken ze niet nu. Nee, maar dat is niet zo groot. Gewoon een agenda die zo even kijken. Oh, week 43. Omicron. Grote WhatsApp-groep waar het in staat. Ja, dat zou kunnen. Oké, vandaag noemen we Omicron. Weet je, klik, weet je. En de rest is improvisatie. Ja, dat is toch zo? Ze hebben zo'n draaiend rat. Omicron. Ja, maar ik weet niet hoe dat dan, want alle wereldleiders die komen er gelijk ook meteen uit, zeg maar. Ja. Dat is gewoon afgesproken. Ja. Nee. Wat zeg je nou toch, complot denken? Ja, maar ik weet hoe begint het zo? Want want het moet ergens vandaan komen, die naam. Maar de vraag is vooral, wat gaan we doen met mensen die straks dat Omicron mee naar Nederland nemen? Want dat wordt natuurlijk wel een probleem. Maar is die er al niet? Weet ik veel. Boven even door, weet dat wel, denk ik. Zullen we dat even vragen aan Anja Schreier? Ah, oh, dat is ook een goeie. Ja. Van het OMT. Ja, ja. Anja Schrijver van het OMT. Dat water van je. Ja, maar zeker water. Komt eraan. De GGD, jouw ex-werkgever kunnen we zeggen, Anja, verwacht dat 85 van de 600 passagiers uit Zuid-Afrika besmet zijn met de nieuwe variant. Ja. Dat is lekker. Als dat zo zou zijn, Patricia. Ja, wat betekent dat? Nou, dan moet je ze heel snel in quarantaine zetten en goed in de gaten houden dat ze daar blijven. Ja. Zodat ze niet de samenwerking... Alles is 100, zeg jij. Ja, ik zou zeggen allemaal. Maar er wordt toch heel goed naar gekeken dan, hoor. In een vliegtuig hebben we strakke maatregelen voor wie heeft naast wie gezeten. En wat zijn de nauwe contacten? En die gaan allemaal in quarantaine. Hoppakee, naar de kampen. Ja. Dehumanisering, vind ik dit. Vind je dat niet? Er wordt gewoon gesproken alsof het geen mensen meer zijn. Maar gewoon, hup, bizar. Ja. Als je dit 2 jaar geleden had afgespeeld. Of je had dit bij, wie zat daar? Het is op 1, denk ik. Ja, ik kijk dat soort meuk niet. Dus ik beroepsmatig. Ja. Ja, maar als je 2 jaar geleden op 1 had gedaan, dan waren ze dezelfde avond nog ontslagen. En door de GGZ gedwongen opgenomen waarschijnlijk. Ja, klopt. En nu wordt er heel luchtig gesproken op, ja, nee maar. Oh ja, vraag 1. Het RIVM verwacht dat 85 van de 600 mensen besmet zullen zijn. Wat? 85%? Waar het procent? Ja. Wat zijn 85 van de? Ik dacht dat ze 85 van de 600 zei. Maar... Of 85%? Wacht even. 85%. De GGD, jouw ex-werkgever kunnen we zeggen, Anja, verwacht dat 85 van de 600 passagiers... Ja, precies. Dat, is nou, dat maakt natuurlijk het geval van het RIVM niet uit, want het klopt toch niet. Nee, maar wie verzint zulke getallen? Wat is dat voor? Is dat ook weer dat draaiend rad? Ja, 85! Ja, klopt. Ja. En dat is een getal. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze gewoon een soort bingo doen op de RIVM. Ja. En dat dan iedereen een kaartje krijgt. En als je dan 85 op je kaartje hebt, dan heb je prijs. Ja, ik denk dat het echt zo gaat, want het is geen touw aan vast te knopen. Ik moet dus denken aan een fragment van vorige week van Australië. Die jonge dame die terugkwam van vakantie of wat het maar was. En die werd gelijk uit het vliegtuig. Het fitnessmeisje. Ja. Juist. Ja, fitnessmeisje, klopt, ja. Jouw fitnessmeisje. Maar dat gaat nu ook gebeuren. Ja. Maar ik hoorde dat 13 mensen die kwamen uit Zuid-Afrika, die hadden het en die zitten nu in quarantaine, toch? Ik heb geen idee. Zijn er zelfs Zuid-Afrika? Nee, ja. Ook zijn mensen in de quarantaine zaten ontsnapt. Ja, dat is ook wel grappig. Die zaten in het vliegtuig naar Spanje en die zijn eruit gehaald. Een echtpaar die zijn ontsnapt en de politie zijn ze achteraan gegaan omdat ze... Oh echt? Ja, ze hoesten. Pak ze. Maar, hè? Ja, nee, maar als je toch die vraag van Sinterklaas weer erbij pakt, dan voelt dit heel erg als de zak van Sinterklaas, toch? Ja. Dan een paar mensen gaan mee. Ja, ja, ja. Wie zo doet is krijgt lekker. Ja. Nee, maar dat die stout is een kamp. Ja. Dat, ja. Ja, dat is leuk. Ja.
Nou, denk ik Joodse Pieter worden het nu. Even om dit fragment nog een vervolg te geven. Want dit is dus in grote lijnen. Ja, die 85 mensen moeten direct in quarantaine. En dan hoor je nog iemand zeggen, ja, eigenlijk allemaal. Ja. Want die anderen kunnen in het vliegtuig weer besmet zijn. Allemaal gevaccineerd natuurlijk en getest het vliegtuig in van tevoren. Ja, boven Erwin Lorenz. Bo Bederven Bedorven. Die wist daar ook nog een... Die heeft ook de invulling aan hoe je dan omgaat met die 85 van de 600. Als volgt. Oh, dat moet je dus op zijn Chinees aanpakken. Dan moet je meteen een container opengooien. Daar stop je ze in. En dan laat je ze pas weer naar buiten. Nou, maar anders dan werkt het niet als je iedereen de vrije wil geeft. Dan worden 3 weken quarantaine. Zoals je wanneer je naar China reist. Dan moet je 3 weken in quarantaine. Ja. Maar dit is op televisie. Dit is de televisie. Dit is de televisie. Zo zie je dat. Volgende week leggen we radio uit. Dat is toch... Dit is... Maar... Hij zei, dan moet je blabla. Dus dat is een antwoord op wat iemand zei, blijkbaar. Ik heb het niet helemaal gezien. Nou, het gaat dus maar wat over, is de context? Het gaat dus over de context van het vorige filmpje. Ja. Dat je dus Chinees model moet hanteren. Ja. Januari 2020 hebben wij met afgereizen zitten kijken met z'n allen naar wat ze in Wuhan deden. Ja. Hoe ze daar omgingen met mensen. En toen zeiden we tegen elkaar, ik ben blij dat ik in Nederland woon. Ja. Want die Chinezen zijn knettergek. En we zijn nu net geen 2 jaar verder. En dan zit meneer Van Erven Doorn zit te promoten dat we het op zijn Chinees moeten aanpakken. Chinees, dus iedereen moet in die witte bakken. En zag je die Voldemort? Ja. Met zijn grijns. Ja. Inderdaad. Maar het is echt afschuwelijk. Dat je, ik heb het gevoel dat mensen gewoon een soort zoals een grijptang zo erin worden gegooid. Net als met kermis. Varken, zeg maar. Ja. Zo pop, weet je. Dat is echt, nou, ik vind het echt afschuwelijk. Weet je wat Bo is geen grap? Weet je wat Bo betekent in Zuid-Afrikaans? Dat is geen grap. Penis, dat is echt waar. Dat is... Nou ja, goed. Dus, okay. Ik had een leerzaam programma. Je duwt hem even naar binnen of niet? Nou ja, ik dacht voor jou ook handig. Okay, handig ja. Ja, dus Bo betekent penis. Ja. In Zuid-Taal. In een taal daar. Ze hebben meer in een taal, wat bedoel je? Weet ik wel. Ik kan in al die landen niet. Oké. Ja, goede inhoudelijke toevoeging. Dank je wel daarvoor. Ja, ja. Maar dat kan je met alles zeggen. Kan je met alles zeggen, ja. Ja, dus in wisselbaar. Dus dat vond je wel een volk zijn. Die kan je gewoon... Weet je wat Tommy betekent in Swahili? Ja. Knappe jongen. Ja. Dankjewel. Ja, nou. In Swahili, hè? Swahili, ja, maar daar zijn ze niet zo knap. Die betekent ik lul. Dus. In het Ghanese betekent het dikzak. Oh, nee, echt waar? Ja. Oh. Nou, we gaan door. Ja, we gaan door. Hey. Wordt er eens persoonlijk. We zitten natuurlijk met hele gehoorzame Nederlanders en gehoorzame ondernemers. En je hebt ook een groep die wil maar niet luisteren. Ze zitten hier. Dat geldt ook voor ondernemers. En Reina de Bruin-Wezenman, zij is VVD-Kamerlid in de Eerste Kamer. Die maakt zich daar zorgen over. Want hoe moet nou de ene ondernemer omgaan met de andere die zich niet aan de regeltjes houdt? Ik neem mijn verantwoordelijkheid en dan zeg ik van dan ga ik daar in ieder geval niet naar binnen. Maar dat voelt toch niet fijn als ik die boodschap nergens kwijt kan. Dus ik zou eigenlijk, en ik kunnen we zeggen, ja, er zijn weer kliklijnen en zo. Maar waar kan ik de boodschap kwijt als ik gewoon echt gewoon zie dat. En mevrouw Prins die noemde een voorbeeld van de kroeg die de ondernemer die aan de ene kant ziet, die wel controleert, van dat hij zijn klanditie verliest aan de overbuurman die niet controleert. Waar kunnen wij als verantwoorde burgers dat soort boodschappen kwijt over van als we echt zien dat er ergens niet gecontroleerd wordt? De NSB toch gewoon? De NSB bellen. De NSB hotline. Ja. Ziet u iemand hoesten? Druk 1. Ja. 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 Er zit ook een hoopvolle boodschap in verborgen. Ik weet niet of jullie hem opgevangen hebben. Maar zij zegt, wat nou als je ziet dat de ene horecaondernemer niet controleert en zijn klanditie verliest. Ziet dat bij de horecaondernemer aan de overkant, die niet controleert, de zaak vol zit. Ja. Dus dat betekent dat de mensen er klaar mee zijn. Zeker. Ja. Aantal wel, ja. Ja. Oh, dan doe ik het zelf wel. Ja. Ik vond dat heel positief. Goed gedaan. Ja. Ja. Applaus voor Erik. Ja, dat doe echt veel. Geweldig. Ja, dat is echt heel leuk. Enthousiasme spatten van ja, dat. Ik help even een handje dat ding aan. Ja, ja, als dan Reina ligt, komen er dus inderdaad weer gewoon kun je lekker je... Je buren lekker verlinken en ondernemers verlinken. En,
Daar zouden ze eigenlijk een prijs voor moeten hebben. Maar kijk, ondernemen is het tegenovergestelde van opgeven, zeg ik altijd. Ondernemen en opgeven. Ja, ik had hem. Ja, we hebben ook kijkers. Oh, ja. Ik vind het ook leuk hoe je het visueel maakt. Ja, heel leuk. Opgeven, ja, dat is echt waar. Het geld graaien en dan daar neerleggen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nee, maar dat is echt het tegenovergestelde van elkaar. En ondernemen heeft helemaal niks te maken met de politiek inlichten als iemand anders wat doet. Je moet zelf het beste uit je situatie halen, denk ik. En dat doen sommigen door wel de QR-code te doen, als daar de meeste mensen heen gaan. En sommigen door niet de QR-code te doen, omdat er dan meer klanten komen. En dat is allebei even goed ondernemen. Ja, en wij bij Weltschmerz doen geen QR-code. En we hebben al 7 man publiek. Dus ja, het gaat dat is echt... Hey, maar, betalen ook! We hadden het niet over opgeven, maar aangeven, hè? Dat is het over. Ja, dat klopt. Mensen dat aangeven. Tegenovergestelde is uitgeven. Nee. Ja, ik weet het. Zullen we doorgewicht? Ja, ja, nou, ik vind dat het jouw beurt is, Tommy, om de komende week. De wekelijkse terugkerende vraag is: wat gaan we komende week meemaken in het nieuws? Ja, nou, ik denk. Dat zeg maar de QR-code verdwijnt, maar, niet enthousiast worden, dat de ID-kaart, is een NFC-chip, die ervoor in de plaats komt. Want dat scheelt handelingen, zo gaan ze het verkopen. Dus je hoeft alleen je ID-kaart te scannen, in zo'n kaartlezer waar je bankpas ook in gaat normaal. En in België gebruiken ze dat al jaren, dat systeem, om je ID-kaart te scannen. Als je naar de kapper gaat en je, dan vragen ze hier bij de kapper gewoon, oké, kun je postcode invoeren. In België kunnen we je ID-kaart even uitlezen. Wat heb je gegevens? En dat staat gewoon in het klantenbestand. Dat is echt, dat is daar normaal. Huh? Ja, en het is niet ver weg dat we dat hier ook gaan doen. Het is onhandig, want ik heb nog gewoon echt een paspoort, zo'n boekje. Dus dat draag ik niet altijd bij me. Nee, daar kan je niet meer mee doen. Nee, maar kunnen ze niet iets lolligs vinden dat het gewoon onderhuids kan of zo? Dat ja, dat kan ook. Ja, daar kun je een vaccin voor nemen. Oh, ja. Dat zouden ze eigenlijk moeten verzinnen. Ja. Dit één feitje lag heel dik bovenop. Ja, hè, wel, maar toch leuk dat we mailen. Ja. Oké, dus we gaan NFC-chipjes scannen. Ja. Ja, prima. Hoe kijken we ernaar? Doen we dan wel mee? Nee. Nee? Dat ga je gewoon niet doen, hè? Nee, gewoon niet doen. Nee. Hey, ik heb nog een uitsmijtertje. Het is ook niet leuk, maar wel het leukste wat ik voor jullie in petto heb deze week. Dat is een meneer in Australië. We noemen hem Harry. En die is ontzettend blij met de vaccinatie. Mole is one of the unlucky ones. Developing a clot in his foot 3 days after a second AstraZeneca dose, amputation was the only option. In future, in pain. But it's gonna cost me now because I've got to get another official leg. I've got to get a wheelchair. As for Harold, he still recommends the vaccine after since catching COVID in hospital. If I didn't have the vaccine, they said, I would have most probably got real sick. Ik weet niet of we die man verstaan hebben. Nee, maar hij heeft het vaccin genomen en nu is hij zijn ledematen kwijt. Is dat het? Hij heeft bloedklonters gekregen van het vaccin. Uh-huh. Amputatie was de enige oplossing. Hij zegt, ja, dat is een mooie klote, want namelijk dus een kunstbeen en ik zit in een rolstoel. Vervolgens... Wat heb je aan een kunstbeen? Waarom zit jij nee te schudden? Nee, dit was een item bij Nine News in Australië. En dat ging over een programma, zeg maar, dat ze mensen die vaccinatieschade oplopen, dat die financieel gecompenseerd werden. En hij doet heel vrolijk, hè? Nou, het is allemaal goed geregeld, kost me helemaal niks. Ik krijg gewoon zomaar een kunstbeen en een rolstoel. Dat heeft hij net gezegd. Dat zei hij net. Ja. En vervolgens... Nee. Ik was nog niet klaar, hè? Ik was ook nog niet klaar. Nee. Dus jij had met je hoofd te schudden. Nee, hij zat nog te klagen over dat kunstbeen en ding. Hij was juist blij dat hij dat zomaar kreeg zonder dat hij er moest voor me opkomen. Nou, hij klaagt wel wat. Potato, maar het ging om de grap aan het eind dat hij dan zegt van, want hij kreeg dus COVID. Dan zegt hij, oh, ik ben zo blij dat ik toch het vaccin heb gehad, want ik had wel eens ziek kunnen worden. Ja. Denk je toch, is dat een stuntman? Ja. Denk je dat een stuntman, dit maar, was een dit is de hele goeie. Ja. Maar mijn vraag is, waar is dat been? Ja. Naast je vinger. Ja, ik wou precies hetzelfde zeggen. Ik wil gewoon weten waar dat been is, zeg maar. Been zoekt lichaam. Ja, been zoekt lichaam. Dat been. Ja. Ja. Hey, maar je kunt erom lachen. Maar dit is toch ongelooflijk treurig. Die man neemt een spuit. Verliest gewoon een been. Maar hij is niet ziek geworden. Nee, dat is toch wel een voordeel. Maar die spuit gaat toch hierin, niet in je been, toch? Nee, maar je bloed stond door je hele lichaam. Oh, oké. Okay. Bij jou alleen tot hier. Oh. Maar... Tuurlijk. Ja, dat snap ik. Dat van het bloed ligt wel. Ja, dat is, ik snap dit. Volgende radio en dan bloedsomloop. Ja, maar dat, ja, dus klopt, ja.
Ja. Ja. Zijn we nog iets vergeten, mannen? Wat komt er verder nog ter tafel? We hebben natuurlijk binnenkort weer een comedy show hier bij Café Welsmet. Leuk. En dat is dan de 9e december. 9 december. Ja, en dan hebben we grappen wel voorbereid, zeg maar. Dus dan wordt het wel leuk. Dan wordt het wel leuk. Ja. Ja. Kunnen mensen daarbij zijn? Daar kunnen de mensen bij zijn. En is daar een website? Of dat is een website. En, maar we gaan een linkje erin zetten. Een linkje en misschien gaat Jonathan gewoon even roepen. Ja. Luistervrijbijmij.nl. Luistervrijbijmij.nl. Daar kun je aanmelden voor de Comedy Night. Donderdagavond bij Café Welsmuid. Nou, we laten de poster ook nog even zien zometeen. De poster? Ja. Heb jij die gemaakt? Daar komt hij weer heibel over. Ik bedenk me net dat ik dat nog moest doen. Ja. Mooi. Dankjewel. Applaus. Woe! We gaan hem afronden. Dit was Poppenkast TV aflevering nummer 7. En tot volgende week.